Hoi, mijn naam is Fabian de Gijzen en welkom terug op dit kanaal. We gaan dit keer een film bespreken waarvan ik deel 1 wel heb gezien. Namelijk The Escape Room. En dit keer deel 2. Deel 1 is nu te zien op Netflix, heeft zo'n 6,4. En deze film laat maar eens zien, een deel 2 hoeft zeker niet slechter te zijn dan een deel 1. Soms heel zeldzaam, maar soms kan die zelfs beter zijn dan een deel 1. En naar mijn mening is dat dit keer zeker het geval. Deel 1 hebben ze opgenomen met zo'n 8 miljoen en hebben ze superveel geld opgehaald. Dus dit keer was er geld vrijgemaakt voor een deel 2 en daar konden ze eindelijk 15 miljoen voor uitgeven. Ze staan nu al ongeveer op 35 miljoen dollar qua opbrengst. Maar dat hoop ik dat het nog gaat stijgen, want deze film is echt een goede deel 2. En ik heb het natuurlijk over de Escape Room. We play the game or we die. We were lucky to get out of those escape rooms alive. I need to know that the criminals who killed the four people in front of me are held accountable. They're hiding in plain sight, in the middle of Manhattan. We need to stop them. I'm in. I know this is a lot to ask, but thank you for coming with me. Do you hear that? Hey, what the hell is going on? The train disencoupled! You gotta be kidding me. Hold on! Welcome to Minos Escape Rooms. No. What's happening again? You guys have played the game before? So what is this? Like a tournament of champions? Look, we all know how this works. We solve the puzzles or we die. False advertising must be pulled. This ad? Yourself is missing an E. So maybe we pull the corresponding handles with a missing letter. Yes! E. Hang on, hang on. M and A. Come on, we don't have time! The missing letters are W, B, and O! This is way bigger than last time. You gotta try something, right? No. There's a special reason each of us survived. I can't feel physical pain. Just imagine the kinds of puzzles they came up with for me. Take a picture, it will last longer. Get some clue. This looks just like the lighthouse on the postcard. Grab his hand! It's over. I'm done running. We can beat them at their own game. What makes you think they're gonna let you walk away free again? Get him. Come on. I'm not playing your game. Not now. Not ever. We made it. We made it. I don't understand. We're still in the game. Oh, no. Deel 1, zoals ik al zei, is te zien op Netflix. En het gekke ervan is dat die 16 jaar en ouder was. En deze film was voor 12 jaar en ouder. Daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik mijn ID-kaart niet hoefde te laten zien. Wel heb ik iets anders gekregen. Daar wil ik enorm graag bedanken. Ik ben nogal van de grapjes. Ik had een paar keer contact heb ik met het vuurpersoneel waar ik altijd in Hilversum heen ga. En ze hebben dus een diploma voor kinderen die een film helemaal af kunnen kijken. En ik heb nu ook zo'n diploma gekregen. Ik maakte toen ik in Walibi was een grapje tegen een van de personeelsleden waar ik af en toe contact mee heb op Insta. Nu heb ik mijn eigen diploma, een filmdiploma. Leuk voor mijn setting natuurlijk. Ik bespreek natuurlijk elke maandag een nieuwe film. En dan is dit een leuke toevoeging aan de set. Jullie hebben zojuist de trailer gezien. Het is een leuke film. Het wordt beschreven als een horrorfilm. Laten we dat even vergeten, want dat is het gewoon niet. Het heeft niks met angst of viezigheid of wat dan ook te maken. Het leuke aan deze film is dat je mee kan puzzelen. De filmnaam beschrijft het natuurlijk al. Escape Room. En dit keer dus deel 2. Zoe en Ben gaan terug naar degene die hun heeft gepakt in deel 1. De daders van die zijn ze achtergekomen en hun zijn plotseling verdwenen. Maar Zoe en Ben kunnen het natuurlijk niet loslaten dat ze in een escape room vol gevaren zijn gegooid en hun dus de survivors zijn. Ze gaan dus naar New York in de hoop dat ze daar de daders kunnen pakken. Ineens komen ze in een metro terecht met andere mensen die de escape room ook al eerder hebben gedaan en overleefd hebben. En dan is het gewoon een battle van de beste escape roomer.
Ik vind het dus heel tof dat deze film vol staat met puzzels. Ik ben persoonlijk enorm fan van puzzelfilms. Wanneer je mee kan denken, wanneer je mee kan doen, wanneer je gewoon aanwezig bent en moet opletten, dat is heerlijk. Mijn moeder bijvoorbeeld is totaal niet zo'n type kijker. Die vindt het gewoon lekker als ze af en toe een nutteloze film kan opzetten en gewoon gaan met die banaan. Bij deze film is dat niet het geval. Tenminste, je zou het kunnen doen, maar het is leuker om mee te doen en mee te denken. Sommige puzzels had ik al opgelost of gedacht van, daarom. Bijvoorbeeld op een gegeven moment was er een tip van een blinde en toen dacht ik, dat hebben we eerder gezien. En dat is gewoon leuk. De film was eigenlijk al voor vorig jaar bedoeld, maar vanwege de pandemie, we kennen het ondertussen wel, is deze film uitgesteld naar dit jaar. En eindelijk is die dan uit. Ik zag de trailer en ik had het ook al met mijn beste vriendin die ook hier een keertje bij de Unholy te zien was. Mocht je die video nog niet hebben gezien, komt daar in beeld. En die zei, ja, deel 1 is wel een slechte film, dus ik weet niet wat ik hierover moet denken. Deze film was veel leuker. En misschien komt het omdat ze minder eng hebben gemaakt om 12 jaar een ouder te krijgen. Maar het was gewoon een lekkere film. Het keek lekkere weg. De puzzels waren leuk. Je kon echt dit keer goed meedoen. Het was niet eng. Het was niet spannend. Het was gewoon een leuke film om naar te kijken. Moet je deze film kijken in de bioscoop? Nee. Zeker niet. Waarschijnlijk als deel 1 op Netflix staat, komt deel 2 ook erop. En misschien komt het op Prime. En dan kan je sowieso natuurlijk via een linkje in mijn beschrijving 30 dagen proberen. Steun je mij ook nog eens. Dus neem daar zeker een kijkje naar. Ben ik alleen maar leuk. En voor jou ook weer 30 dagen gratis Prime. Er draaien nu heel veel goede films, moet ik zeggen, in de bioscoop. Dan is dit niet per se de film die jij moet kijken. Moet je hem ooit kijken? Naar mijn mening wel. De cijfers daarentegen zijn wel hoger dan deel 1. Deel 1 was ongeveer een 6.4. En dit zijn de cijfers van deel 2. Het is niet altijd even best. Dit soort films, zeker als het onder horror wordt aangeschreven, wordt het gewoon slechter ontvangen. Antebellum is daar een goed voorbeeld van. Super goede film, super mooi. Ik had hem ooit een keertje iemand aangeraden en die vond hem ook super mooi. En de cijfers zijn gewoon super slecht. Dus films, cijfers zeggen niet altijd iets. Soms zijn het oude, narige mannetjes die er zo een beetje gaan downen. Of zijn mensen die gewoon veel meer iets hadden verwacht. Een horrorfilm moet gewoon een beetje vies, eng of wat dan ook zijn. Dat is deze film gewoon niet. Het is wel spannend, maar het is niet dat je op je puntje van je stoel zit te kijken van, oh, wat gaat er nu gebeuren? Verre van. Deze film kijkt gewoon lekker weg. Daarom geef ik deze film zeker een 7.5. Deel 1 had 7 keer geen 7.5 van mij gekregen. Is best een leuke film om te kijken, maar twijfeltje. Deel 2 is zeker een film die je kan kijken. Ook als je deel 1 niet hebt gezien. Het is wel lastig om uit te leggen dan wie Zoe en Ben zijn. Maar ja, je krijgt een paar flashbacks. Dus dat, ja, je krijgt het ermee te hebben. Het is gewoon een escape room die je moet gaan oplossen. En als je die niet oplost, dan ga je dood. Mocht jij een keertje mij in een escape room willen zien, laat het ook weten. Misschien kunnen we er een video van maken. Misschien valt het wel te fixen, wie weet. Deze film moet jij in ieder geval zeker gaan kijken een keertje. Het kijkt lekker weg, nogmaals. En dan is deze film eigenlijk wel besproken. Want wat je er ook over zegt, het is gewoon een escape room. Hun zitten erin. Je moet eruit, want anders ga je dood. En een perfect voorbeeld, nogmaals, van een film van slechte deel 1 en een goede deel 2. Het kan dus. Steek je geld altijd qua investering in een betere positie. Want dat laat deze film zeker zien. Ze hebben veel opgebracht. Ze hadden kunnen denken van, laat deze film maar zitten. Nee, ze wilden nog een betere film neerzetten. En dat hebben ze zeker gedaan. En daarom krijgen ze van mij een 7.5. Ik wil jou in ieder geval dus bedanken voor het kijken naar deze video. Laat weer een leuke reactie achter. De laatste tijd superveel leuke reacties gekregen. We zitten in ieder geval al over de 700 abonnees. Hoeveel we nu ondertussen zitten, weet ik niet. Ik neem dit allemaal van tevoren natuurlijk op. We gaan lekker. Abonneer nou lekker. Mochten we bijna bij die 800 zitten, doe nou even omhoog helpen. Want straks zitten we op de 1000 en jij wilt gewoon bij die eerste 1000 natuurlijk hebben gezeten. Bedankt in ieder geval daarvoor. Laat een likeje achter. Vergeet dus niet te abonneren. En laat een comment achter. Ik probeer altijd een comment terug te geven als dat kan op je reactie. Dus nogmaals bedankt ervoor. Zeker voor de vaste kijkers die ik elke week weer eronder zie. Dank daarvoor. En dan zie ik jou hopelijk in ieder geval bij een volgende video. Donderdag of volgende week maandag. En dan zeg ik alleen nog maar ciao. Adios.